Hallo, Robin van Dolderen in Syrië. Ik ben Desiree Stokkel. Het is vandaag 23 november 2013. Het is hier vroeg in de morgen, 3 minuten voor 10. Ik heb begrepen dat je bent afgereisd naar Syrië omdat je denkt dat je daar kinderen kan helpen. Ik hoop voor je dat je succesvol bent. Maar om succesvol te kunnen zijn, heb je bepaalde informatie nodig. En die informatie heb je niet gekregen via de standaard media. Had je wel moeten krijgen. Die informatie heb je niet ontdekt op het internet. Het internet is te groot, staat er vol met onzin. Ik wil je eerst even uitleggen dat ik wel begrijp hoe je hersenen werken. Jonge jongens hebben erg veel stille cellen. En die stille cellen zijn onderdeel van een groot netwerk van informatie. Dat netwerk dat is bekend. Dat kun je zien, dat kun je meemaken, doorleven. Die stille cellen zijn nog onbekend. En als je 18 bent, kan het nog wel 7 jaar duren voordat je de inhoud van een stille cel begrijpt. Ik snap dus wel dat je tegen een stille cel in jezelf bent aangelopen. En dat je dacht van, hé, dat is de islam, dat is Turkije en Syrië. Dat is, ik moet iets doen wat anderen niet doen. Ja, dat kan. Ik heb het thuis ook zo heen lopen. 17 jaar. Het is alleen wel zo dat jullie jonge jongens nog niet begrijpen dat je meer tijd en informatie nodig hebt om de kennis die je ontmoet in stille cellen te kunnen combineren met wat je al weet in je zichtbare netwerk. Omdat je nu in een moeilijke situatie leeft, ga ik je iets uitleggen wat je nodig hebt. Ten eerste moet je heel dicht bij jezelf blijven. En dicht bij jezelf is dat je elke keer uitzoekt wat er met je gebeurt op je stramien, dus dat netwerk wat iedereen ziet, en wat er met je gebeurt in de stille cellen. En dat houd je voor jezelf. Nou leef je natuurlijk samen met andere mensen. En de een is aardig en de ander niet. Dus wat je moet doen is je stille cellen naast je stramien in jezelf omzetten in gedrag dat bestemd is voor derden. En dat doe je vanuit de ik-boodschap. Ik heb dit nodig. Ik wil dit. Omdat. Nu is het helaas zo dat je in Syrië zit zonder al te veel kennis van de mensenrechten. Dat maakt het moeilijk voor je om een anker in jezelf te creëren. Een referentiepunt waar je naartoe kan als het erg moeilijk wordt. Wat je kan doen is uitleggen dat het leven ook anders kan zijn. En dan neem je Nederland als voorbeeld. Dan leg je aan mensen uit wat er goed gaat in Nederland. En dan leg je uit hoe zij dat kunnen realiseren in Syrië. Als je dat doet, bouw je een stuk respect, bouw je een stuk rust en respect. Dus heb je het? Je moet erg dicht bij jezelf blijven. Je stramien, dat is het gedrag dat iedereen ziet, en dan de stille cellen. Wat je tussen je stramien en je stille cellen regelt, dat is voor jou. Dat is geheim. Maar dat moet je allemaal wel vertalen naar een wereld voor derden. En dat doe je door uit te leggen wat er in Nederland goed gaat en aan het volk van Syrië uit te leggen hoe zij dat ook kunnen regelen. Dan is er nog wel het een en ander wat niet zo fijn is om te horen, maar wat je wel moet begrijpen. En dat is dat de politici op planeet Aarde de Syrië-oorlog opzettelijk gaande houden. De media houdt de Syrië-oorlog gaande. Het komt er dus op neer dat jij verkeerd geïnformeerd bent. En ik weet dat zo zeker omdat ik een van de juridische sleutels in handen heb.
En die sleutel is het internationaal strafhof. Omdat ik een Nederlandse vrouw ben die bij het internationaal strafhof een rechtszaak is gestart tegen de corruptie van Nederlandse politici en de rechtbank en de advocaten, weet ik hoe het rechtssysteem en de media samenheulen in het aanmaken van oorlog. In 2007 ben ik die rechtszaak gestart bij het internationaal strafhof. Nou, het is absoluut belachelijk dat een Nederlandse vrouw helemaal geen mensenrechten meer heeft. Ik kan niet meer naar de advocaat, ik kan niet meer naar de rechtbank. En dat is zo geregeld door een van de presidenten, Jan-Peter Balkenende. En natuurlijk ministers. Dat is overgenomen door Mark Rutte en andere ministers zoals Opstelten, Timmermans, Plasterk. Zij willen dus dat mensen rechtenloos zijn. En die rechtenloosheid is bekend in de islamwereld in Nederland. Nu is het helaas zo dat die islamwereld dan niet overgaat tot het opeisen van de mensenrechtenverdragen. Het toepassen van mensenrechten. En dat doen ze niet omdat ze vaak overheidsgeld krijgen voor een buurthuis of een club of wat dan ook. Dus ze trekken zich terug in hun eigen wereld, weten dat er ook Nederlanders zijn die totaal geen mensenrechten hebben, weten dat er buitenlanders in Nederland zijn die geen mensenrechten hebben, en creëren dan hun eigen nieuwe wereld via de islam. En jij zit nu in die nieuwe wereld. Maar omdat je geen rechtenonderwijs hebt gehad, is het erg moeilijk om dat te overleven. En dat weten de moslims in Nederland ook. De moslims in Nederland weten zelf ook niet hoe ze met het recht om moeten gaan om zichzelf een betere plaats te verwerven in Nederland. En dat komt allemaal door de leugens van de politici en de media. Als de media de waarheid had verteld over de gang van zaken rond het internationaal strafhof in Den Haag, en het feit dat ik een Nederlandse vrouw ben zonder mensenrechten die daar een rechtszaak is gestart tegen Nederland, dan had het Nederlandse volk politici kunnen dwingen de oorlogen te stoppen. Dan had het Nederlandse volk geweten hoe je met het Folterverdrag moet werken en met de andere mensenrechtenverdragen. De Nederlandse media beschermt ook de leugenaars die werken bij justitie. Dus dat is de politie, de burgemeesters, de counterterrorism specialisten, dus degene die dan voor de nationale veiligheid in Nederland moeten zorgen. Zij weten allemaal dat er een internationale lobby bestaat, die gaat via het parlement, via de Rijksoverheid, via het internationaal strafhof en dus ook via het justitiesysteem. En ze weten ook allemaal dat die lobby opzettelijk de Syrië-oorlog in stand houdt. En daar werken dan organisaties als UNICEF, het Rode Kruis en allerlei andere organisaties aan mee. Ik weet dat het moeilijk is voor een jongen van 18 om dit zo aan te horen en te begrijpen. Het is raar om te horen dat het land Nederland, wat je achter je hebt gelaten, opzettelijk oorlog in Syrië regelt. Het is raar om te horen dat er een Nederlandse vrouw is die oorlog kan stoppen, maar de kans niet krijgt. Ik kan die oorlog stoppen door aan het grote volk de waarheid uit te leggen over het internationaal strafhof en die lobby in Den Haag. Dan gaat het volk begrijpen dat ze anders kunnen denken en anders kunnen werken. Maar ik krijg de kans niet. De politici die weten dat ik dat kan doen, willen dat ik word vermoord, omdat ik hun arbeidscontract vernietig. Alle politiechefs, alle politieke adviseurs zoals Klingendaal, ICCT, het terrorismeclubje, het Vredespaleis, ze weten allemaal dat ik oorlogen kan stoppen, maar ze willen niet dat ik dat doe. Ze willen ook niet dat het internationaal strafhof gaat werken als eerlijke rechtbank. En dat weet Al-Qaeda.
Al-Qaeda weet hoe de smerige lobby in elkaar zit. Dat is ook de reden waarom Al-Qaeda niet wil meewerken aan al die vredesconferenties, bijvoorbeeld in Genève. Dat is de reden waarom die oorlog in Syrië maar doorgaat. Westerse politici, Amerika, Rusland, Australië, al die politici mogen ongestraft mensen vermoorden. Dus gaat Al-Qaeda ervan uit dat zij dat ook mogen. En jij zit daar nu tussenin. Ik heb graag dat je teruggaat naar Nederland. Dat je in Nederland contact opneemt met mij. En dan ga ik je uitleggen in een aantal gesprekken. Want dat kan niet in één keer. Ga ik je uitleggen hoe je via de Nederlandse lobby in Den Haag de oorlog in Syrië kunt stoppen. Dus kom terug naar Nederland. De oorlog in Syrië moet vanuit Den Haag worden gestopt. En kan alleen worden gestopt met de waarheid over het internationaal strafhof en de waarheid over de leugens van de media. Ik heb een website, desireestockholm.nl. Ik heb een YouTube kanaal. Bij C.nl staan allemaal video's van mij. Als je mij googelt, Desiree Stockholm, Syrië, krijg je allemaal informatie over Syrië. Die video's zijn niet aan elkaar gelijk. Ja, ik moet delen herhalen, maar er zijn ook nieuwe analyses aan toegevoegd. Als jij Syrische mensenrechten wilt realiseren, dan moet je die video's doorsturen aan de mensen in Syrië die werken met advocaten mensenrechten en die ook rechtbanken willen en een normale economie willen. Het is 12 minuten, Robin van Dolderen. Ik wil graag dat je terugkomt naar Nederland en ik zal je helpen. Ik zal je uitleggen hoe je wel de oorlog kunt stoppen. Dan heb ik nu nog even een vraag aan de redactie van C.nl. Jullie weten dat ik niet op Twitter en Facebook sta omdat ik de politie niet vertrouw. Jullie hebben wel een Twitter en Facebook account. Ik zie heel graag dat jullie de moeder van Robin van Dolder even opzoeken, Jolanda de Nijs, en haar verwijzen naar mijn video's over Syrië en ook over de Nederlandse media. Jolanda van Nijs komt op mij over als een nuchtere, rustige, bedachtzame vrouw die nu op zoek is naar de waarheid achter allerlei denkpatronen in de bureaucratie die zij tegenkomt. En zij zegt al van ja, ze hadden hem wel kunnen stoppen. Nou, ze heeft helemaal gelijk. Ze hadden Robin kunnen stoppen bij de luchthaven op grond van het Folterverdrag. Dat heeft niets te maken met minderjarigheid of meerderjarigheid zijn. Als jullie Jolanda de Nijs even aan mij koppelen, dan helpen jullie haar die zoektocht in te korten. Jullie maken het voor haar gemakkelijker om te denken. En ook Jolanda, voor jou geldt ook, je moet eerst schriftelijk contact met mij opnemen. Mijn e-mailadres, je haalt ze er zo uit op mijn website. En ik wil jou helpen. Je moet eerst al die video's bekijken en daarna kunnen we praten. Je moet ze wel eerst bekijken, want jij hebt tijd nodig om de waarheid te verwerken. En je hebt ook tijd nodig om de waarheid die je via mij ontdekt te koppelen aan de bureaucratie die nu jouw leven vernietigt en het leven van jouw zoon vernietigt. Ik zit hier in Bloemendaal aan Zee en jij zit in Arnhem. Ik kan dat stuk werk niet voor je doen, dat moet je echt zelf doen. Maar als je daar doorheen bent, dan wil ik wel met je praten. En dan, je moet eerst e-mailen, ik moet eerst het een en ander kunnen verifiëren. En dan heb ik nog een advies. En dat is, maak video's zoals ik dat doe en adresseer ze aan je zoon. Spreek je zoon aan in video's zoals ik dat doe en upload ze bij YouTube en bij C.nl. Facebook is een oorlogsmaker. Omdat iedereen daar alles maar kan zeggen en dat is ook, het heeft ook zo'n naam, hè, zo'n cultuurtje. Facebook is al een wilde club. Bij YouTube en bij C.nl kun je ook nog een stukje integriteit publiceren. Dus,
ga aan de slag. Je bent welkom in mijn leven, maar je moet wel eerst zelf de rotklus in jouw leven doen. Dat is niet anders. Succes. Nee, dat is niet de juiste wens. Ik wens je veel energie en helderheid toe. Dag. Dag Robin van Dolderen. Kom naar huis.